toen Spike the Dev oprichtte, vond ik dat eigenlijk best wel logisch. Want ik was een soort van uitlaatklep die hij zocht. Het werd bijna gezien als een hobbybandje, terwijl als het stond, stond als een huis. Ik vond het bandje helemaal te gek. Het was fucking hard. En hij speelde alleen maar in garages en kleine zalen. En mensen gingen helemaal uit hun plaat. Kan ik zeggen dat dat misschien meer uit hemzelf ook komt? Constant dat vuur en dat... Ik weet niet ook of het super gezond is qua verstandshouding met elkaar van... Oh, maar je hebt ook ergens anders een prioriteit. En dan gingen agendas naast elkaar. Hij is wie hij is. Als ik hem met de Def zie spelen, dan zie ik echt Spike. In de Def is het helemaal Spike, snap je wel? Dus je moet gewoon lekker voor Derek blijven schrijven.